80. Ook wel over 40 of zo, denk ik. Zeker wel. 4 keer. En dan één keer op zee geslagen. Vroeg ik een cadeau bij de ruiter, bij de puntjes. Ja, is dat zo? Die rijbewijs, ja. Dat heb ik nog gehad. Dus zeggen ze één keer slapen, zeggen ze dat is niks. Dat ik een cadeau had bij de puntjes. Of misschien wel de wit of zo. Ja, opzij mannen. Op, mannen, op, weg. Op, weg. 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 Op, weg. Nee, weg. In het grote Sinterklaasboek staat echt geen vissers Latijn. Vandaar dat de Sint weet heeft van jouw pijn. Ik heb aan Piet gevraagd, hoe is het toch gekomen? Help mij zijn te dromen. Ach Sint, dat is een heel apart verhaal. Familie Mostert ging en zeker niet voor de eerste maal naar Winterberg. De sneeuw opzoeken in de koffer gingen, ruime sokken, wanten en dikke broek. Toen de auto helemaal was volgeladen en iedereen start klaar, ging de hele familie weg. Zo aan het begin van het jaar. In Winterberg even zoeken naar een goed hotel. Maar dat is voor de familie slechts kinderspel. Helaas, veel sneeuw was er niet gevallen. Daarom gingen ze met z'n allen naar wat wandelen, maar wat wandelen en een stadje verkennen. Gerard laat gewoon kletsen. Niemand keek er schuldig. Op zoek. Niemand keek er schuldig, dus. Hij had pech. Zijn winterschoenen waren weg. Die was hij vergeten in de auto te doen. Wandelen in de sneeuw, maar met welke schoen? De enige waren schoenen met zolen zo glad als een aal. Die waren natuurlijk verre van ideaal. Maar gedaan en zaken nemen geen keer. Maar je leren zolen. Maar je leren zolen wandelen in het winterweer. Voorzichtig ging de familie op stap, oppassen was de boodschap. Ondanks alle voorzichtigheid en spijt, raakt hij toch zijn evenwicht kwijt. Verraderlijk op een stoep. Lag toevallig gewijs een heel klein stukje spekglad ijs. Hij stapte erop en gleed uit. En hoorde een knal, een snappend geluid. Elk kansplezier was gelijk voorbij. Het werd het ziekenhuis. Dat was wat de dokter zei. Later met de ziekenwagen naar het Jacobus. Daar liggen met je gipscorset was een hele klus. Na weken eindelijk weer naar huis. In je eigen bed. Het duurde lang. Maar hij heeft het gered. Toen zei Sint, nu weet je gelijk een cadeau. Zodra je voortaan kan wandelen zonder risico. Stevig om zijn voeten en een goede grip op de straat. Zo maakt hij in ieder geval niet weer zo'n val van formaat. Zelfs in de sneeuw en op het ijzige stukje zal hij het niet meer lukken om onderuit te gaan. Sint weet zeker dat hij er echt op blijft staan. Daarom, beste Gerard, trek ze aan als je in december weer naar de wintersport zal gaan. Ik hoop dat Piet de juiste maat heeft doorgegeven. Dan kan je er nog lang plezier van beleven. Sint de Piet. Kom hier, wacht. Er zit altijd iets extra's bij. Toch aan de teen gaan, hè?
Je moet het week het laatst toe leeg drinken, tot aan de teen van de schoen. Hij zit al een kindertje in. Ja, mijn is bam. Hey, ik vind het een meisje mooi. Ja, zeg, hé, heel goed. Wat is het, wat is het? Zo. Zo, denk ik. Zo, hé. Dankjewel, Sinterklaas. Oh, wat is het dan? Laat eens even zien. Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix. Jimmy.